dag allemaal, ik ben Rijka. Zeg maar dag allemaal, hier is Rijka. Nou, daar staan ze met z'n drieën op rij te eten. Ja, ik kan dat dit alweer genoeg gehad, zo te zien. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zaterdag 29 augustus en we leven om 13:41. Ja, oké. We zouden vanmiddag weg naar dat gebeuren. Maar dat valt in het water. Ja, we gaan er dus niet heen, want het regent om de havenklap. Wil je niet weten? Althans, bij jullie misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar eeuwen mag niet. Nageltjes scherpen op mijn bank. Mag niet, hè? Potverdikke. Nee, het regent nu ook weer heen. En ik moet nog met Rijka eruit. En ik hoop dat het een buitje voor het stof is dit keer. Dan kan ik er zo nog met Rijka eruit. Heel misschien krijg ik vanmiddag visite. En anders wordt het vanavond. Maar eerst is de persoon de auto weer aan het ophalen van de APK-keuring. Ja, dat moet ook gebeuren. Hè, dat weet je. Maar dan wordt het een spelletjesmiddag. Ja. En de ene wil wel op de vlog en de andere wil niet op de vlog. Dus ja. Hoe we dat moeten hebben weet ik dus niet. Maar ik vind het wel even leuk om het spelletje te vloggen. Weet je? Een gedeelte. Ja. Maar oké, het is een soort met mens erg je niet, maar je moet kaartjes voorlezen. En dan moet je doen wat er op dat kaartje staat. Dus bij wijze van spreken twee vooruit en dan, weer, en dan is een ander aan de beurt en dan kom jij weer. En daar staat bij wijze van spreken acht achteruit, dus dan moet je weer acht terug. Nou ja, oké. We zullen het beleven, ik heb dat nog nooit gedaan. Lijkt me wel leuk. Zo te zien is het buitje van de stof, voor het stof, want het is alweer droog hoog. Maar we krijgen ook noodweer, er komt ook onweer, zou er tenminste komen, dat is allemaal voorspeld. Dus ja, ik waag me daar dan niet aan en het is daar nou drijfnat. En als het net zo gevaarlijk is als vorig jaar, dan waag ik me er nu helemaal niet aan. Nee, het moet wel droog zijn en ook de grond droog zijn, want anders dan glibber ik alle kanten op daar. Dus dat moet maar niet. Nee, dat komt wel vaker en we hopen dat het dat ik er beter bij kan komen. Niet zoals vorig jaar, het was doodeng. Een paar mensen bijna ondersteboven gereden omdat over hobbels en kuilen en gaten gingen en ook nog schuin naar beneden. En ook nog in een bocht en heel scherp was het allemaal. Ik kon mijn stuur amper houden, dat ik zat zelf te hobbelen op dat ding. Ik denk, nou, dit wordt het hem niet. Ik sla zo meteen over de harsjes of zo. Ja, ik was zelf ook bang, maar ik ben toch beneden gekomen. En die mensen die zeiden ook wel van, ja, u kan daar niks aan doen. Ze moeten dit beter neerzetten, dat jullie mensen met scootmobielen beter beneden kunnen komen. Er wordt niet aan gedacht. Nee, er wordt denk ik maar aan gezonde mensen gedacht. En niet mensen die in een scootmobiel of een rolstoel willen komen kijken naar hun kleinkinderen of gewoon uit de gezelligheid. Ja. Maar oké, ik hoop dat het wel eens een keertje goed gepland wordt daar. Maar met regen ga ik er sowieso nou niet heen. Want je gaat je eigen nacht laten regenen, et cetera. Nou, dat wil je ook niet hebben. Nee. Maar in ieder geval, we hebben nou weer toevallig weekend. Maar we krijgen wel weer beter weer, is er ook beloofd. Dus ja, we wachten gewoon af en kijken wat er dan gebeurt. Ik hoop dat het dinsdag knap weer is, want dan hebben we de laatste juttetjesmarkt. En dan ga ik daar ook even weer naartoe. En wie weet doe ik dan de Kopro er even op, weet je. De laatste juttetjesmarkt. Ja, gezellig toch. Maar in ieder geval. Rijka die moet eruit, dus die ga ik er even uitlaten. En ik zou zeggen tot strakjes. Doei doei, geniet van jullie dag. Ja, en doe het ook met een lach. Doe ik ook zo vaak, ja.
Enkel mijn ogen die willen nog niet helemaal, die tranen wat. Ik heb last van hooikoort. Ik moet mijn juist echt nog. Die moet ik straks weer gebruiken. Maar dat doe ik als ik thuis kom. Ja. Ik heb er net ook aan het niezen geweest en dat proesten. Ja, dat wil eventjes niet. Eventjes vol. Maar het komt goed hoor. Geen corona. Nee hoor. Gewoon weer wat van hooikoort. Moet ook kunnen, ja. Maar oké, ik zou zeggen. Doei. Ja, en nu schijnt het zonnetje weer. Het is zo fantastisch. Daar is het donker. Daar is het prachtig mooi. Zo gek. Maar oké, ik heb trouwens ook genoeg thuis nog te doen. Er hangt nog een tas. Maar het was goed wat ik nog opvouwen moet. Wat in deze la moet, want die is leeg zo wat. Ja. Handdoeken, theedoeken, aanrechtdoekjes. Dus ja, noem maar op. Dus ik heb nog genoeg te doen. Renderen, want ik heb gisteren ook niet gerenderd. Dus ja, moet vloggen in elkaar gezet worden. Dan krijg je nog bezoek. Ik weet het even niet meer. Nee. Dus ik ga ook beetje bij beetje opvouwen. Maar ik ga eerst koffie doen. En Rijke eten geven. Want de katten die hebben al eten gehad. Ja, dus die hebben nog staan ook. Rijke moet nog eten. En ik moet nog eten. En ik wil koffie. Ja. Daar komt Ewin aangelopen. Zo. Hé, Ewin? Ja, jouw eten staat op de wc. Want je hebt vannacht weer op de wc geslapen. Nee, ja. Hé? Ik zal deze kat even ophalen. Kan ik hem losmaken. Hé? Maar oké, genoeg voor mij te doen. Misschien dat jullie ook veel werk hebben te doen. Dus ik zou zeggen, ja, ga dat ook doen, net zoals ik. En dan zien we wel hoe ver we ermee komen. Ja, toch? Ja. Hé? Moet jij er ook weer even op? Nou, dan moet je even komen. 1, 2, hoppata. Zeg maar dag allemaal, ik ben Rijka. Zeg maar dag allemaal, hier is Rijka. Hé? En nou? Woepie! Mooi, oh, dankjewel. Dankjewel. Wat wil je? Wat moet je? Wat moet je dan? Nee, niet, nee, je komt niet op tafel. Dat mag niet, hè? Maar oké, we gaan aan het werk aan deze kant. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb eventjes me gepoedeld en gedaan. Ik ben weer schoon en fris en fruitig. En ja, ik heb een muziekje aan, maar die heb ik nou even zacht. Vanwege dat dat niet mag. Nou ga ik dus aan die tas beginnen. Ik zet een stoel in de keuken neer. Daar zet ik die tas op en ik ga ermee aan de gang. Ja, want het moet toch wel gedaan worden, hè? Ja, de kaboutertjes die doen het helaas niet voor mij, nee. Wie heeft er een kaboutertje die dat wel doet? Laat mij dat eens even weten. Ja, wie doet dat voor jullie? Kijk, mijn huishoudelijke hulp wil het ook wel doen, hoor, daar niet van. Maar dan past dat meestal niet in die la. Ja, en het is er nog kreukelig bij. Ze maken het niet strak. Ik ben gewend. Maak het even goed, weet je, strijk het even met je handen. Ja, en dat doen ze niet, het is hup, weg. Dat moet vlug, weet je. Nou ja, ik doe dat niet vlug, ik doe dat netjes. Vlug en netjes gaat meestal niet samen, zei mijn moeder altijd. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ja. Ik vind het eigenlijk ook niet, de ene kan het wel, de andere kan het niet. Nou, en ik vind het, ja, vlug en netjes doen, zoals het behoort, gaat niet worden, nee. Dat, nee, je moet het netjes hebben. Niet slordig enzovoort. En, wie was dat nou? Ja, er was er eentje. Die was bang om in de vingers te snijden. Maar ik weet niet meer wie dat was. Kijk, dit is zo'n handschoen. Niet zowel voor linkshandig, zowel rechtshandig. Dat kan ik laten zien. Zo. Ja. Nou, moet hij wel weer uit willen. Doe ik mijn linkerhand erin. Dan
zit geen patroon in dat het voor links of rechts is. Nee. En waar is die voor? Nou. Moment. We nemen een mes. Het gaat er niet doorheen. Dus als jij vlees aan het snijden bent, of wat dan ook, kan je die handschoen gebruiken. Maar waar die hem gekocht heb, ik heb hem ooit van een mannetje gehad. Ja, dat... Ik weet het niet. Ik weet ook niet waar het van gemaakt is. Ik weet het echt niet. Maar je kan, je gaat er 1, 2, 3 niet doorheen. Dus ja, ideaal toch? Dus... Dat kun je gebruiken als je het een het ander moet snijden, vooral als het nog bevroren is. Nou ja, dan wil het helemaal wel moeilijk gaan, dus ja. Maar oké, ik ga druk verder mee bezig en ik zou zeggen, tot later maar weer. Doei! Ja, hallo lieve vrienden, zijn we weer. Ja, ik heb de was goed opgevouwen, want de tas is weg. En de la is vol. Ja, ja. En ik heb een filmpje weer in elkaar gezet. Dat is nou aan het renderen. Als dat klaar is, kan het naar YouTube toe. Maar ik laat hem lekker even gaan. Ondanks dat hij snel klaar is. Maar ik ga even lekker met Rijka lopen. Ik heb mijn haar weer in het gelid net gedaan. Het was weer droog, dus kon ik het weer netjes maken. Ben ik ook weer blij mee. Een klein beetje afwas, dus ja, laat maar staan. Mijn eten is ook klaar, dus vanavond zo meteen even opwarmen. Ik heb nog geen visite gehad, maar dat kan allemaal nog komen. Dat kan ook vanavond komen, ja, want het was of. Nou ja, maakt mij niks uit. Ja, ik ben toch thuis, dus ja, kom maar, zeg ik dan. Je bent altijd welkom bij mij. Ja. Ik kan het nog laten zien of nu even een moment hebben. Ja, meisje. Wat is er? Vertel het eens. Hé? Vertel het eens, kind. Jo, vertel het maar. Zien jullie wel? U bent altijd welkom bij mij. Ja. Bij mij thuis bent u altijd welkom. Ja, toch? Als ik dus thuis ben, hè? Anders niet. Dan loop je de deur voorbij. Ja, maar ben ik thuis, ben je altijd welkom. Ja hoor. Hé, meisje? Ja, nou. Zo, dan zetten we die weer voor de raam. Voilà. Moet ik uitkijken voor jouw pootjes, dat je niet overrijdt. Zo, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie zaterdag. Het is 17:15 uur, ja, 17:45. Dat is een mooie tijd om even met Rijka te gaan. En dan probeer ik straks nog een vlog in elkaar te zetten. Ik weet het nog niet, het ligt er helemaal aan hoe en wat. Maar ik ga nou eerst even lekker met Rijka lopen. En voor de rest zien we wel wat er gebeuren gaat. Ja, ik weet het echt niet. Oh, ik zie nog wel wat verkeerd staan. Dat moet op zaterdag 29. Ja, het kalendertje stond nog niet eens niet goed. Dat moet wel, ja. Hé, Rijka? Gaan wij ook lopen weer? Ja, hé? Lekker even lopen. Dan hoop ik niet dat ik weer regen op mijn kop krijg, op mijn hoofd, want net mijn haar lekker schoon en dan krijg je dat. Maar jij krijgt er ook krul van. Dat heeft het weer bewezen van de week bij mij. Ja, ik heb al krullen van mezelf, maar het was drijfnat en dan ga je niet afdrogen. Nee, een beetje weer in het gelid en ja, van regen krijgen we krullen, zeggen we. Hé, hey, ja, jij krijgt ook zo meteen eten. Mevrouwtje gaat eerst even lopen met Rijka. Ja. Dus ik zou zeggen, tot later. Nou, daar staan ze met z'n drieën op rij te eten. Ja, je kan dat die het alweer genoeg gehad, zo te zien. Maar die denkt ook nog weer naar buiten te kunnen. Maar dat gebeurt dus niet.
Oh, je bent best gat erin geslagen, ja. Maar je komt niet meer naar buiten. Nee, het is eerder donker. En ik wil jou niet meer buiten hebben, s'nachts. Nee. Het is mooi geweest. Ja, het is mooi geweest. Hé? Ja. Eeuw, die zit nog lekker te smikkelen. En die maakt er een puinhoop van. En die heeft een heel heerlijk maaltje. Iets wat ik niet lust. Dat is een maaltijdsalade met vis erdoorheen. Nou, ik moet geen vis doen met salade. Oh, nee. Daar ben ik niet weg van. Dus ja, dan zei Karin, nou, met die lust het wel. Want dan wees je zo op Rijka. Dus ze heeft het eruit gehaald, ze had het op die theedoek gezet. Maar ik kan er nou niet bij. Dus ja, want het moet in die tas weer. Maar in ieder geval, hun hebben eten gehad. Nou, ik nog. En dat komt wel, want ik moet eerst nog eventjes een appje versturen. Want ik wil weten waar ik aan toe ben voor vanavond. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit, als jullie ook nog eten moeten. Net zoals ik. En die heeft momenteel genoeg. Dus ja, dat ga ik weer oprapen. Met die brokjes die eromheen leggen en dat ruim ik weer even op. En dat komt onder zo'n bakje te staan. Kunnen er geen vliegen erbij komen of wat dan ook. Hè? Kant af of ga je weer kijken bij je eten? Nee? Wat gaan we doen dan? Nou, die maakt er een puin op van. Die maakt er een puin van. Oh. Of eet je dat straks nog op, dat je dat hamstert. Dat kan ook nog. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Ja, doei!